De groet, mijn excuus. Goed, goed. Je groet. Is het met u? Goed? Ja, dat is nou, de burgemeester is opgekomen. Ja, dit was het. Uiteraard komen wij u graag verwelkomen. Jij bent dan aan de mens hier. Dat is mijn eerste steenlegging, dus... Ja, okay. Gaat dat met mortel of zo? Ja. Ja, voor ons ook zo. Af voor iedereen. Ah. Dit is de cuvée Negeus. Ja? Regenation Fuis. Dus dit waar, is... Waar wilt is u een cuvée René? Ja, de cuvée René, dat klinkt het best wel. Alsjeblieft. Dat is juist. Ik ga mee doen. Ik heb hier altijd mensen gezien die heel gedreven zijn. Vandaag wordt hier een nieuw stuk geschiedenis geschreven. Ik heb de brouwerij sinds medio jaren 80. Die 10 jaar verder, 92, 2004. Nu weten we allemaal natuurlijk dat het buitenland een straffe streek is. Maar een streek, dat ben je maar door je eigenheid. Het promoten van streekproducten, dat is geen nostalgie, maar een uitstekende manier om oude tradities tot leven te brengen en op die wijze met vernieuwende en vooral onderscheidende producten naar de markt te gaan. En in dit geval mag ik wel zeggen naar de wereldmarkt. En de brouwerij Lindemans is er één van de beste voorbeelden van. Familiebrouwerij sedert 1822, die de oude traditie van lambiek, faro, geus en kriek hier op een hedendaagse manier in ere weet te houden en te ontwikkelen. Laat ons dus allemaal een voorbeeld nemen aan deze trotse, in het buitenland gewortelde familie en onze Bajotse eigenheden en specialiteiten koesteren en ontwikkelen. Uiteindelijk worden we daar allemaal beter van. Namens het gemeentebestuur en de ganse Leeuwse bevolking wil ik daarom het bestuur en de werknemers van de brouwerij Lindemans niet alleen feliciteren, maar vooral ook bedanken voor de unieke bijdrage die ze aan onze gemeente en aan onze streek leveren. We zijn trots dat we in onze gemeente nog investeerders hebben in deze moeilijke tijden. En ook de minister van Financiën zal dat heel goed appreciëren, want investeren betekent natuurlijk ook economie doen draaien. En economie doen draaien betekent belastingopbrengsten, nietwaar, meneer de minister. We wensen jullie nog veel succes toe in deze straffe streek. Stel voor dat je voor je moet spreken al een drankje krijgt. En dat is natuurlijk uitermate welkom, want dat geeft inspiratie. En zeker de cuvée René, als ik mij niet vergis, geeft er veel, want ik vind hem bijzonder geslaagd. Dus ik zou eerst en vooral op de gezondheid van de familie Lindemans willen toosten, want het is niet zo frequent inderdaad dat men vandaag, zoals de burgemeester net zei, een goed verhaal kan brengen. En uiteindelijk is ondernemen iets wat mensen doen die genereus zijn voor anderen. Want ik kan zeggen, ik doe het voor mezelf. Natuurlijk doe je het voor jezelf. Maar de dag begint zelden om 9 uur, hij eindigt zelden om 4 uur. En meestal zijn er niets anders dan zorgen. Al is het maar om te investeren in een groene streek, wat, zoals de burgemeester daarnet zei, geen evidentie is. Vandaag, uiteraard, is ondernemen moeilijker geworden dan gisteren. Er zijn veel meer papieren, er zijn veel meer lasten, er zijn veel meer groene eisen. Er is van alles dat het leven moeilijk maakt en toch kan het nog. En als ik kijk naar uw cijfers en naar de manier, ik bedoel niet naar uw winstcijfers, dat bedoel ik niet, hè, maar naar uw export bijvoorbeeld, hè, dus iedereen de export. In Vlaanderen is goed voor 80% van de Belgische export, dat weet u. We zijn hier toch al in Vlaanderen, dus hier mogen we dat al zeggen. Maar 55% van uw omzet wordt geëxporteerd naar landen waarvan je zegt, ja, ik ben al eens één keer, zoals Kuifje, in Afrika geweest. Ja, u exporteert naar Afrika, u exporteert naar Australië, u exporteert naar de Verenigde Staten. Veel succes met deze nieuwe investering
die zorgt voor innovatie, die zorgt voor tewerkstelling, die zorgt voor een groene omgeving en vooral die aantoont aan alle ondernemers die het willen weten hoe je met een kleine boerderij kunt beginnen en met een heel groot bedrijf kunt eindigen. En zo zal het met Lindemans gaan en met een groot kwaliteitsbier. Ik wens u veel succes. Dankzij de ervaring in brouwen van lambiek, dat van generatie tot generatie werd opgebouwd, als ook de passie voor het vak, zijn we uiteindelijk langzaam uitgegroeid tot, mogen we wel zeggen, de grootste lambiekbrouwerij, de familiale lambiekbrouwerij van België. En uiteindelijk ook van de wereld, gezien er nergens anders lambiek kan gemaakt worden. Het is een eigen aan de streek, afhankelijk van de lokale microflora van Pajottenland en de Zennevallei. Het meest bijzondere aan die lambiek is ook zijn lange rijping- en gistingstijd. We zitten dus toch wel over het jaar gemiddeld en dat neemt enorm veel stockage plaats in de streek. Momenteel zitten we rond de 5,5 miljoen liter lambiek. Om een idee te geven van dat volume, we zouden elke Belg eigenlijk een halve liter lambiek kunnen geven. We hebben ook investeringsplannen ten behoeve van de uitstraling van onze brouwerij naar buiten toe. Zoals de burgemeester al aangehaald heeft, er is een ontvangstruimte en een degustatieruimte ontworpen voor een capaciteit van een 100-tal personen. De mensen kunnen dan na uitgebreid bezoek doorheen de hele brouwerijsector tenminste in deze ruimte onze producten degusteren. Tot slot zal dit investeringsproject afgesloten worden door de aanleg van een nieuwe groene buffer onder de Duifterrein. Er is reeds een nieuwe boomgaard aangeplant achter de brouwerij en later volgende ook de aanleg van enkele proeven en aanplantingen van inheemse boomsoorten. Aan de voorzijde zal er ook een aanplanting gebeuren met kriekenbomen en meer bepaalde schaarbeekse kriken. Die zijn vroeger kwamen vroeger veel voldoende voor in deze streek. Uiteindelijk het doel zou zijn dat we deze kriken kunnen gebruiken voor de productie van onze oude kriken. Ja, dat is de kriken volgend jaar, hè. Dus we wisten dat we het ook terug kunnen doen. Druk, jij doet ook niet, Waarom te zeggen? Ik heb een kind, dat slaag je elke dag. Is dat werk?
hebben we staan. Maar het feit dat het niet meer de eerste keer is, dat we...